ons in het Stadspark. Praten we met Gijs van Audio Transparent over een optreden op Noorderzon. We praten met Bram Douwers over literatuur, ja, wat ook op Noorderzon te zien is. En we praten met Ron Overbeek over het 60 Second Statement Film Festival. En we zien ook nog wat andere dingen. Ik zie u zo lekker in het zonnetje liggen. Ja. Dus bent u hier al lang op vakantie? Wij wonen in Groningen. U woont in Groningen? Ja. Maar u ligt hier nou wel heel erg relaxed in het zonnetje. Maar hiernaast is gewoon de jongerencamping, hè? Ja. Heeft u daar geen last van? Nee, wat? Dat valt u best wel mee, hè, qua overlast. Ja, wat? Want wat vindt u nou eigenlijk zo leuk aan deze camping? Och, het gras is hier net zo groen als 100 kilometer verderop. Maar scheelt het ook een beetje omdat u dicht bij huis bent? Ja, nou kom je alleen als het mooi weer is. Ja. Sta je verder weg. Ja. Dan, als je daar een keer bent, dan blijf je. Ja. En dat doen wij dus niet. We gaan ook iedere avond naar huis. Iedere avond? Ja, als we zijn. Dan heeft u ook zoiets van, het is wel goed. Het is gewoon even overdags genieten van de rust. Ja. Het is een fantastische locatie, hè? Ja, heerlijk hier. Nou, ik wens u nog een fijn zonnetje. We weten niet hoe lang het duurt. Nee. Dus misschien kunt u hier nog wel een paar uurtjes blijven plakken. We willen open, ja. Oké. Okay. Prettige dag. Ja. Succes. Dag. Prachtige klanken van Best Laid Plans. Van een zeer bijzondere Groninger wind. Dus dat de resten vraagt: wie zit er in mijn tent? Gijs. Hey Gijs. Hey Erik. Hey, nieuwe plaat gemaakt. Veel wilde plannen voor de zomer. Want jullie gaan op Noorderzon optreden. In een eigenlijk best wel een bijzonder ding. Wat gaan jullie doen? We gaan in de Noorderkerk spelen. Momenteel staat hij helemaal leeg. Ik weet niet of mensen die kennen. Hij staat tegenover de Oogradio Studios. Daar. Dat is voor de kenners die de studio niet kennen, maar wel de straat. En dat is in de Akkerstraat volgens mij. Ja, ik ben heel slecht in straatnamen. Dus, maar daar inderdaad. Die is helemaal leeg momenteel. Dus daar gaan wij, willen wij drie avonden achter elkaar een show opvoeren. Met helemaal aankleden van video, dans, extra muzikanten en... Jullie staan bekend als in wezen de band in Groningen met de kleine liedjes, de kleinere liedjes, maar wel een grootse band. Ja. Hoe moet ik me dat voor me zien? Bepaalde aankleding, is het een bepaald kunstzinnig project? Nou, ik wil er niet al te kunstzinnig van maken. Nee, ik denk dat het juist tof is, wat heel veel bands misschien meer zouden moeten benadrukken, is optredens die in het verband van het liedje worden gegeven. Dus of het verhaal er wordt verteld. Dus het gevoel dat we proberen te bewerkstelligen, dat het ook gewoon nog wordt versterkt door de omgeving en door de dingen die erbij plaatst. Dus of het dan kunstzinnig is, ja. Kijk, als je gewoon een heel mooi liedje maakt over een verhaal, en je hebt daarachter een beetje een bepaald beeld, probeer dat beeld dan ook te versterken door inderdaad gewoon wat extra muzikanten erbij te doen. Want jullie gaan met extra muzikanten werken? Ja, dat hebben we op zich al vaak gedaan, op cd's sowieso. Wat strijkers erbij. Een trompetist. Meer in een orkestsituatie? Nou, het wordt niet te bombastisch. Gewoon iets van, denk hooguit 3 of 4 extra muzikanten erbij. Maar we hebben het al een keer live gedaan op poppodium. Maar ja, dat werkt gewoon niet zo goed. Weet je? Dan Vera, hebben we het geprobeerd, strijkkwartet. Maar dat komt gewoon niet goed over. Dus om dat nou echt subtiel te doen, dat mensen denken van, hé, daar hebben we wat toegevoegde waarde.
En dat versterkt wat je als band probeert te doen. En dat maakt het extra bijzonder. Ja, die strijkers die maken de muziek natuurlijk nog veel sferischer dan het is. Maar wat voegt dan zo'n Noorderkerk toe aan de muziek? Ja, nou, ik ben er geweest. Het is echt helemaal leeg. Ik denk dat er als het in de hoogtijdagen van de gemeente zelf, de vrijgemaakte gereformeerde gemeente, als ik me goed heb. Ik denk dat er wel iets van 800 man in konden of zo. Hij is helemaal leeg. Helemaal kapot gemaakt en er stond een orgel, staat er niet meer. En er stond een fantastisch orgel trouwens. Ja, ja, heel. Het is nu alleen maar een gat in de muur. En het heeft iets van het kapot gaan van zo'n cultuurtje en het gebruik voor andere sferen. En het is helemaal leeg en groots en wij zitten daar met een heel klein clubje. We mogen maximaal 100 man per avond binnen. Dat is een beetje te maken met het quotum van Noorderzon. En ook wel voor het impact die wij het willen hebben. Dus ja, ik weet niet, dat heeft voor mij gewoon heel veel sfeer. Houdt het helemaal donker, heel een beetje spaarzaam uitlichten. En wat subtiele video en wat dans en wat muzikanten. Ja, ik zie dat wel voor me. Vooral omdat het wel een beetje geladen sfeer heeft. Zo'n gebouw in ieder geval. Nou, dat klinkt echt fantastisch. Voor mij ook best wel groots. Wanneer kunnen we het allemaal bewonderen? 28, 29 en 30 augustus. Spannend hoor. Ja, heel spannend. Ja, Gijs, hartstikke veel succes. Dankjewel. Dan neem ik daar ook eentje van. Kom, Tom. De auto. Zo ben je. Kom. De auto. Ron, wat doen we hier bij je maatjes? Ja, nu nog niks, maar zometeen dan vindt hier het 60 Second Statement Festival plaats. Dat is een nieuw HD korte filmfestival. En het is de bedoeling dat filmmakers, animatoren, flashdesigners, fotografen die handig zijn met video, dat die korte filmpjes gaan maken van precies 60 seconden. Statement Ron, wat voor statement? Dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Dat mag je zelf weten. We hebben al zoveel dingen bepaald. Dit bepalen we niet. Dat bepaal je zelf. Ron, HD, wat is dat nou? Nou, echt HD, zoals deze, ja. Dat is eigenlijk 1900 zoveel pixels breed. Ja. Maar wij hebben het iets vriendelijker geformuleerd. Dus bij ons mag je 1280 breed keer 720 pixels. Een beetje technisch verhaal, maar de echte freaks weten wel wat dat is. Ron, we zijn hier bij het Groningen Museum. Ja. Waarom? Nou, kijk, hier worden de allerbeste 60 seconds, die worden hier later in het jaar vertoond. En trouwens, als je niet weet wat een 60 second of wat een 1-minute filmpje is, dan zou je ook nog op vrijdag 12 september hier naartoe kunnen komen, 's avonds in het Groningen Museum, want dan komt de nationale en internationale 1-minute organisatie, die komt hier vertonen wat voor filmpjes er eerder dit jaar in China zijn vertoond van 1 minuut. En welke filmpjes daar niet zijn vertoond vanwege censuur. En ook dat is erg interessant voor filmmakers om eens te kijken van hoe zit dat eigenlijk met die censuur in China. Ron? Ja? Het 1-minute festival en 60 second statement festival, is dat hetzelfde? Nee. De1minutes.org. Ja? Dat is een nationale en internationale organisatie die al een aantal jaren lang een 1-minute festival organiseert. Ja? Daar zitten geen HD-eisen aan. En wij organiseren een 60 Second Festival, ja. En daar zit wel een HD-eis aan. Juist. Dat is het verschil. Maar de 1 minutes doen wel mee met de 60 Seconds. Snap je het nog? Is het niet andersom? Nee, de 1 minutes doen mee met de 60 Seconds. En andersom, de 60 Seconds, wij doen ook weer mee met de 1 minutes. Maar de 1 minutes mogen alleen maar meedoen als het HD is, hè? Dat klopt. Ja. Dat klopt. Voor de duidelijkheid. Voor de duidelijkheid. Nog één ding misschien. Ja? Ja? Inzending voor 27 september aanstaande. Dus tot 27 september aanstaande heb je de gelegenheid om jouw 60 seconds clipje in te sturen. Doe dat, doe dat.
Literatuur, ja, komt dat zien, het is daar in de donkerte van Noorderzon, maar vanaf morgen, nee, natuurlijk vanaf gisteren, want die is al vrijdag uitgezonden, hevig verlicht. Komt dat zien, meneer de cameraman. Komt die ook? Komt die ook? En wat is dat dan, literatuur, ja? Dat is literatuur in een tent. Ja, in een ander jasje eigenlijk. Niet helemaal zoals je het verwacht. Spetterender, flitsender. Ja, bijvoorbeeld met toneel erbij of muziek erbij. Cabaret, Marlies Somers komt bijvoorbeeld. Die doet literatuur, maar die zingt er ook bij. Die zingt literatuur in feite. Of Amaria, een grote, bekende Groninger dichter van vroeger. Daar wordt een toneelstuk van opgevoerd. Net even wat smeuïge, festivalliteratuur. Dat is het eigenlijk. En dat voor maar €3, dames en heren. €3 voor een half uur. Wie komt er? Jan Siebelink, Gerrit Komrij, Abdelkader Benali. Ze staan er allemaal de hele week. De avonden beginnen zo rond 9 uur vaak. En we hebben 3 optredens op 1 avond. Terwijl ik aangevallen word door een hond, dames en heren. Ja. Drie optredens van een half uur. En de eerste begint ongeveer 9 uur. Kan ook om 9:30 zijn. En daar kom je binnen en dan heb je bijvoorbeeld Jan Siebelink. En dan is het na een half uur klaar. En dan ga je uit de tent weer. En dan kun je of het trein verderop gaan. Of je kan wachten op de volgende voorstelling. En weer €3 betalen. En dan naar het volgende optreden gaan kijken. Het zijn 3 volledig verschillende optredens. Maar de hele week, elke dag wat anders. Behalve de 26e, de dinsdag. Dan staan we er niet. Hartstikke goed, man. Dankjewel. Groots. Groots, ja. In Groningen, hè. Ja. Beste mensen, dit was het. Tot groots. Dag. Dag. Dag, dag. Groots in het stadspark. Groots in het stadspark. Groots in het stadspark. Groots in het stadspark. Groots in het stadspark.